ben vandaag met de fiets gekomen en ik heb mij in het fluo gekleed, omdat vandaag strapdag is. Ik kom meestal met de bus of met de auto en voor strapdag ben ik te voet gekomen. Ik vind dat vooral leuk, omdat je dan eens de buitenwereld kan opsnuiven. Ik vind dat leuk om dan zo een keer gewoon op het gemak, zo niet gehaast, rustig op het gemak te stappen. Ik heb alles uit de kast getrokken van fluo. Mooie loopkousen en zo een bandje daar rond en zo een fluo basje ook. Ja, dat is zo wat specialer dan zo iedereen gewoon kledij. Een keer fluo-achtig in alle kleuren, dat is leuker. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je ook veilig naar school kan. Soms voel ik me wel onveilig, bijvoorbeeld als ik over moet steken. Dan denk ik soms dat de auto's mij niet ziet. Soms in de kleine baantjes, als de auto's mij voorbij steken, vind ik dat niet zo veilig, want dan ben ik heel gestrest. En daarom willen de kinderen van Geraardsbergen dat de straat van hun school een fietsstraat wordt. Dat betekent dat de fietsers voorrang hebben. Dat zou beter zijn voor de veiligheid. En dan zijn we ook veel geruster om naar school te komen met de fiets of te voet. Hey, super tof dat je deze video al bekeken hebt. Als je hem leuk vond, geef hem dan zeker een like. En wil je nu nog meer zien? Check het dan gewoon hier.